even naar Prince. Overgang. Ja, maar muziek doet zoveel, hè? En dat maakt het ook zo mooi. En denk ook dankbaar voor jou. Ja. Hoe is Prince in jouw leven gekomen? In de jaren 80, toen ik kind was, weet ik nog dat ik aan de tekentafel aan het tekenen was. En mijn vader zei, kom, we hebben wat nieuwe zenders. Dus wij naar de televisie en die had natuurlijk geen afstandsbediening, gewoon lopen. En toen klikte ik zo verder en opeens, bam, kwam daar MTV. En ik zie daar een man met een paarse jas een fantastisch nummer zingen, zonder begin, zonder einde. En ik denk dat dat het moment was dat Prince echt mijn hart binnenstormde. Ja? Ja. En wat betekent hij voor jou? Ja, wat ik zo gaaf vind is dat hij zo uniek is. Hij schreef alles zelf, hij speelde alles zelf. Hij kon geweldig dansen, zingen, zijn smaak. Ja, een soort totaal uniek persoon. Ja, en hoe is het dan nu om zijn muziek te gaan zingen en te gaan toeren met zijn muziek? Ja, te gek. Ik vind het vooral heel leuk dat ik in theaters dit eerbetoon ga brengen. Omdat daar zit iedereen en komt iedereen echt om mooi te genieten van de muziek. Daar waar je in popzalen natuurlijk tegenwoordig veel met een biertje, ja, is er veel gekletst. Maar ik vind het te gek dat ja, die muziek daar echt super gewaardeerd. Ja, nou, dat ga je nu ook voor ons doen. 40 jaar geleden is het dus al dat hij zijn iconische hit Purple Rain, je hebt de hoes nog. Dit is mijn plaat. Ja, zeker. Fantastisch uitbracht. En dus ga jij voor ons zingen Purple Rain. Yes. Jenny Lena. I never meant to cause you any sorrow.